Geliefde gemeente, u ziet hier vanmorgen een minderheid. Jonge mensen die serieus betrokken zijn op de zaak van de Here en van de kerk, die zijn in Nederland in de minderheid. Vorige week heeft een organisatie een brief geschreven en ze zeggen dat is dan namens 6% van de Nederlandse jongeren, want die 6% van de jongeren, die 6%, dat zijn degenen die nog echt serieus bezig zijn met de dingen van God. Dus dat getal, dat neem ik dan maar over. 6%, dus 1 op de 16 of 1 op de 17. Nou, dan zijn jullie best wel in de minderheid. Die brief ging erover, wat hebben de jongeren nou nodig in de kerk? Nou, dat is een mooie vraag voor jullie vanmorgen. En jullie zitten hier in de kerk niet alleen om wat te geven, en je ja-woord te geven, maar ook om wat te krijgen. Geestelijke steun te krijgen. Er zitten ook jonge mensen in de kerk die zeggen eigenlijk tegen u, we hebben u nodig. Als gemeente en ook als familie, dus ook goed dat u er bent. Niet alleen voor uw belangstelling, maar ook als een belofte van geestelijke steun. Nou, die brief ging erover, wat hebben jongeren nu nodig in de kerk? Dit werd erin gezegd. Net als onze leeftijdsgenoten maken wij ons zorgen. We maken ons zorgen over wereldwijde klimaatverandering, vervuiling, racisme, discriminatie wegens seksuele geaardheid en online uitbuiting. Net als onze leeftijdsgenoten maken wij ons zorgen, staat hier. Nou, op zich is dat logisch. Christelijke jongeren zijn ook jongeren. Dus wij delen in de nood van deze hele wereld. Dus waar anderen zich druk om maken, als dat terechte dingen zijn, mogen wij ons er ook druk om maken. Toch, toen ik dit las, maakte ik me zorgen. Als zo'n jongerenorganisatie zegt, wij maken ons dezelfde zorgen als onze leeftijdsgenoten, dan gaat er iets verkeerd met christelijke jongeren. Die zorgen namelijk zijn allemaal platte zorgen. Allemaal zorgen van beneden. Deze jongeren maakten zich geen zorgen over dat steeds minder mensen God kenden. Ze maakten geen zorgen over dat er zo weinig meer aan de hemel gedacht werd. Ze maakten zich geen zorgen over dat de wet van God overtreden werd. Maar waar maakt zich zorgen over? Klimaat, racisme, discriminatie, uitbuiting. Dat zijn problemen, maar dat zijn niet de problemen. Paulus zegt, en eigenlijk de Heer zegt in de hele Bijbel, Paulus ook in ons gedeelte, die zegt een christen die leeft met zijn hoofd omhoog gericht. De dingen waar hij zich druk om maakt, die zijn hart bezetten, die hebben een geestelijk gehalte. Natuurlijk, en nogmaals, ook de dingen van deze wereld, daar ben je bezorgd om als het goed is. Het gaat je aan het hart als je ziet dat mensen in nood zijn. Maar dan stopt het niet en dat is de hoofdzaak niet. Laten we ons hoofd, onze gedachten omhoog richten. Dat is altijd nodig. Dat is zeker gepast op Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag. Dat is de dag die bij uitstek laat zien, waar leeft een christen voor? Waar leeft een christen voor? Voor de hemel. Want Christus is naar de hemel gegaan. Dat is de belijdenis van Hemelvaartsdag. Dat is ook de belijdenis des geloofs. Hoofd omhoog. We staan daarbij stil vanuit Colossense 3. Het eerste vers. Colossense 3 vers 1 is de tekst voor de preek. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Tot zover dit woord. Een ware christen heeft het hart in de hemel. De hemel in het hart.
en hart voor de hemel. Een ware christen heeft het hart in de hemel. Een ware christen heeft de hemel in het hart. En een ware christen heeft hart voor de hemel. Dus als eerste het hart in de hemel. Indien gij dan, zo begint de tekst, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Als dat nu zo is, daar kan hij de Colossenzen op aanspreken. En de mensen in Colosse, die zijn nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Dat was niet door de prediking van Paulus trouwens. Hij vertelt ook in deze brief, zelf is hij nog nooit in Colosse geweest. Maar waarschijnlijk Epaphras, die kwam uit die streek. Die heeft het evangelie in Colosse gebracht. En er waren mensen die dat evangelie ontvingen in hun hart. Ze zijn tot geloof gekomen en lid geworden van de kerk van de Colossenzen. En hij zegt, nu zijn jullie met Christus opgewekt. Als dat dan zo is, dan, nou dan vertelt hij wat daar dan bij hoort. Laten we eerst nog even dat woordje indien op ons in laten werken. En Paulus zegt dus eigenlijk, zo is het toch, en daar mag ik jullie toch op aanspreken. Maar we moeten ook ons de vraag stellen, is dat inderdaad zo? Als het zo is dat je met Christus opgewekt is, dan kun je erop aangesproken worden. Maar misschien is het wel niet zo. Je kunt in de kerk zitten. Je kunt de hele geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus kunnen terugvertellen, terwijl je toch niet met hem bent opgewekt. En dat is de vraag die ik aan het begin van de preek maar stel. Is het zo? Is het zo dat er in je hart wat gebeurd is? Het nieuwe leven. De diepste en de belangrijkste verandering van je leven. En gaat er niet om hoe je dat precies hebt ervaren. De Heer die kent wel miljoen verschillende manieren. Maar het gaat er wel om dat het gebeurd is. Als het dan zo is. En leg daar je hart en je leven maar eens naast. Is dat zo? Nu in deze preek nemen we daarin wel ons uitgangspunt. Dat we daar elkaar op aan kunnen spreken. Dat geldt ook voor degene die vandaag belijdenis doen. We kunnen elkaar niet in het hart kijken. We hebben wel zo in het gesprek natuurlijk een beetje van elkaars hart gezien. Maar hoe je hart staat voor God, dat weet God bovenal. En daarna weet je het zelf het beste. Maar je ja-woord zegt eigenlijk, er is iets anders in mijn leven gekomen. Christus is belangrijk geworden. En zo spreek ik jullie dan in hoofdzaak in deze dienst aan. En dat geldt voor ons allemaal. Zoals Paulus dat hier doet. We belijden. Of in elk geval hebben we de gewoonte om christen te zijn. En wat betekent dat nou? Als je dan christen bent, als je het echt bent, dan ben je met Christus opgewekt. Met Christus. Aan Christus verbonden. Dus het werk wat de Heer Jezus ooit gedaan heeft, dat werk, dat brengt je als het ware bij je hart. Dat alles wat hij gedaan heeft, dat is niet voor niks en dat is niet voor anderen alleen, maar dat is voor jou geboren, voor jou geleden, voor jou gestorven, voor jou begraven, voor jou opgewekt. Met Christus. Dus door het geloof aan Christus verbonden met hem verenigd. En daarom deel je in al het werk dat hij gedaan heeft. Daarom vormt dat je. Wat hij gedaan heeft, dat tekent je leven nu. Met Christus opgewekt. Als Paulus zegt, als je nu bij Christus hoort, bedenk dan dat Christus opgewekt is. Hij is dood geweest, maar is weer levend geworden. We hebben daar de afgelopen weken steeds weer bij stilgestaan. Hij is gestorven, gelukkig wel.
Gestorven voor de zonde. Gestorven om de grootste nood van ons leven op te lossen. En dat oordeel van God. Maar hij is niet in de dood gebleven. Gelukkig niet. Als hij in het graf gebleven was, dan kon hij alles betaald hebben. Maar om zo te zeggen, dan lag die schat, die lag daar in het graf en die bleef daar in het graf. En de steen erop en we konden er nooit meer bij. Maar nu, Christus is opgewekt. Hij is geen dode zaligmaker. Waar je heel mooie verhalen over kunt vertellen, maar je kunt er niks mee. Maar hij is een levende zaligmaker. Die iets met ons kan. Hij maakt levend. Met Christus. Opgewekt. Maar dan gaan we nog even verder kijken naar de Heer Jezus. Toen is de Heer Jezus opgestaan uit het graf. Met hetzelfde lichaam. En toch ook een nieuw lichaam. Als wat hij eerst had. En waar is hij nu? Weten de kinderen het? Waar is de Heer Jezus nu? Nou ja, misschien zing je het wel eens. Jezus, hij is overal. Dat is ook zo, hè? Jezus, hij is overal. En toch kunnen we ook zeggen, hij is maar op één plek. Met zijn lichaam is hij maar op één plek tegelijk. En toen kwam hij uit het graf. En toen kwam hij bij zijn discipelen. In de kamer daar in Jeruzalem, bij de Emmausgangers, bij van de zee van Tiberias, nog op een heleboel andere momenten. Steeds weer kwam hij bij zijn discipelen. Maar dat was 40 dagen, toen was het voorbij. Nog één keer, op de 40ste dag na de opstanding, nog één keer was de Heer Jezus samen met zijn discipelen. En hij ging met ze naar de Olijfberg. En iedereen voelde het aan, dit is de laatste keer. En daar gingen ze dan. De Olijfberg op. En daarboven op de Olijfberg, daar vertelde de Heer Jezus nog en de discipelen stelden vragen. En ze voelden hoe belangrijke dag het was. En ze dachten, misschien is dan dit wel de dag dat hij koning zal worden. Dat hij koning zal worden over heel Israël. Dat alle Joden eindelijk hem zullen gaan gehoorzamen. Misschien is dit de dag wel. Ze hoopten het zo. Maar de Heer Jezus liet het wel merken, nee. Ik ga het ook niet zeggen wanneer. Dat mag ik niet zeggen, dat kan ik niet zeggen. Dat bepaalt God wanneer die grote dag komt. Je mag er wel om bidden, zegt hij. Je mag vooral erom bidden dat je veel van de Heilige Geest zult krijgen. Je mag bidden om zo te zeggen, om Pinksteren. Die opdracht had de Heer Jezus gegeven. En ze zouden nog wel van alles tegen hem willen zeggen. Maar ineens, het kon niet meer. Daar gaat hij. Zomaar bij de discipelen weg. Daar gaat hij. En ze kijken hem na. Totdat het niet meer kan. Een wolk is zijn wagen. En op een wolk gaat hij omhoog. En daarom zijn er ook wel christenen. Die letten vaak op de wolken. Want die weten. Straks is het ook op een wolk. Dan komt Jezus weer terug. Als wij Jezus lichaam weer zien, dan is het op een wolk. En dan komt hij om weer op deze wereld te staan en weer op de Olijfberg. Maar intussen, een wolk nam hem weg, maar waar naartoe? Vanaf een wolk komt hij terug, maar waar vandaan komt hij dan? Waar is hij al die tijd? Kinderen, weten jullie niet? Ja toch. Hij is al die tijd, tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst, al die tijd is hij in de hemel. Hij is maar op één plek tegelijk. Dus Jezus, hij is overal. Ja. In zijn godheid is hij overal. Maar zijn lichaam is maar op één plek tegelijk. Zijn lichaam is in de hemel. Nou zegt Paulus, denk daar nou eens over na. Jezus is opgestaan en met dat opgestane lichaam is hij naar de hemel gegaan. En Jezus die is opgestaan, zegt hij, voor u toch? U bent met Christus opgewekt. Nou, dan is hij ook voor u in de hemel. U bent met hem opgewekt en daarvoor bent u al met hem begraven.
Nou, dan ben je ook met hem in de hemel gezet. Efeze 2, vers 6, daar staat dat net zo. Met hem opgewekt, met hem in de hemel gezet. Van de week had ik zo nog op huisbezoek een gesprek met een van de kinderen. Waar is de Heer Jezus nu? Misschien weet je de vraag nog wel. Waar is de Heer Jezus nu? Nou, dat hebben we gezegd. In de hemel, met zijn lichaam en overal als God. Maar weet je ook nog waar een christen nu is? Die vraag heb ik ook gesteld toen op huisbezoek. Hè? Waar is een kind van God? Nou, een kind van God, ik zou zeggen, sommige kinderen van God zijn in de hemel en sommige kinderen van God zijn nog op aarde. Maar wie gestorven is, die is in de hemel en wie nog niet gestorven is, die is nog op aarde. Dat is toch niet helemaal wat Paulus zegt. Hij zegt, alle kinderen van God zijn al in de hemel. Alle kinderen van God zijn al in de hemel. Al is hun lichaam nog op aarde, al leven ze zo in het zichtbaar op aarde, toch zijn ze in de hemel. Hun hart is in de hemel. Met Christus in de hemel. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan weet je niet alleen, hij is daar, maar dan mag je ook zeggen, ik ben daar ook. Dat is waar mijn hart ligt. Ligt in de hemel. En dan ligt hij veilig. Daar kan geen duivel er meer bij. Daarom is de zaligheid zo zeker. Daarom gaat er nooit iemand van Gods kinderen meer verloren. Want je ligt al veilig opgeborgen bij Christus. Paulus legt het nog een beetje uit in vers 3. Als je zegt, ik snap het niet goed. Hoe kan het nou dat ik al in de hemel ben? Nou zegt hij, je bent toch gestorven? Als God in je leven komt, dan sterf je ten diepste. Dan sterf je aan jezelf. Maar dan sterf je ook aan de wereld. Ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Dan zeg je, ik ben hier nog wel, maar ik hoor hier niet meer. Dit is niet meer waar ik nou helemaal aan vast zit. Dat ik zeg, ik moet alles uit de wereld halen. Ik moet met de wereld meedoen. Ik moet hier mijn geluk vinden. Nee, daar ben ik aan gestorven. Dat is mijn leven niet meer. Nou zegt Paulus, als je aan de wereld gestorven bent, ja, waar ben je dan? Als je niet meer van de wereld bent, dan ben je toch van de hemel. En nog één ding zegt hij. Uw leven is met Christus verborgen in God. Christus. Wij kunnen hem niet zien naar zijn lichaam. Hij is verborgen achter die wolk in de hemel bij God. Als je bij Christus hoort, dan ben je dus ook verborgen. Dan zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier, ik zie mijzelf niet meer. Ik zie nog heel veel van dit aardse bestaan en zo, maar het diepste van mezelf, dat ligt bij God. Daar ga ik niet meer over. Daar is hij de baas over. Uw leven is verborgen. Een verborgen leven. Een leven dicht bij God. Een leven aan Christus vast. Dat is het eerste. Het hart in de hemel. Maar dan ook de hemel in het hart. Want je kunt zeggen, een christen, een echte levende christen, die leeft in de hemel. Maar we moeten toch ook zeggen, hij is toch op aarde. Je hebt je taak op aarde, je hebt je werk, je hebt je familie en je hebt gewoon je hele bestaan hier op aarde toch. Het is ook zo, een christen leeft in feite op twee plaatsen. Net zoals de Heer Jezus op twee plaatsen is. De christen leeft op twee plaatsen. Ten diepste in de hemel. Maar in de praktijk, elke seconde van je leven hier op aarde, zolang als je nog niet gestorven bent. En daarom zegt Paulus ook, je moet de hemel zoeken. Het gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat een christen nou altijd aan de hemel denkt. Want een christen is hier. En die is druk op aarde, die heeft vrienden op aarde, die heeft bezigheden, verantwoordelijkheden, vreugde. En het kan maar zo gebeuren dat je veel te veel aan de wereld denkt. Dat je dezelfde zorgen maakt als mensen van de wereld.
Dat je dezelfde dingen leuk vindt als de mensen van de wereld. Dat je in dezelfde dingen je tijd en je energie steekt. En je zegt, Paulus, dat kan toch niet? Als je niet van de wereld bent, dan moet je hart ook gevuld zijn met andere dingen. Dus je hart ligt ten diepste in de hemel, maar laat die hemel nou ook in je hart zijn. Laat het nu zo zijn dat in je denken je veel gericht bent op de dingen van boven. Zoekt de dingen die boven zijn. Dat is een opdracht. Dus je kunt niet zeggen, als je eenmaal christen bent, nou dan ben je vanzelf geestelijk gesteld. Dat is niet waar. Dan moet je opgewekt worden. Zoek die dingen. En zoeken, dat doe je om het te vinden. Dat doe je niet om een beetje maar wat in het rond te kijken en nou ja, ik zie wel, misschien tref ik het een keer. Nee, zoeken, dat is gericht. En vandaar ook in de belijdeniscategorisatie dat er inzet van je verwacht wordt. Studeren en lezen, bespreken, doorgaan. Dus niet maar, nou ja, weet je, we zijn allemaal een beetje bezig met de geestelijke dingen. En daar hebben we het nog een keer met elkaar over. En aan het eind van het jaar dan doen we belijdenis. Dan is het alsof het er eigenlijk niet toe doet. Maar je hebt ook moeten merken en mogen merken dat deze dingen tijd kosten. Nou, ik hoop echt dat je dat besef blijft houden. Dat heeft hiermee te maken. Zoekt de dingen die boven zijn. Of vers 2 zegt, bedenkt de dingen die boven zijn. Dus laat je gedachten veel bezig zijn met de dingen van boven. En wat is er boven? Nog maar een keer, ik vraag aan de kinderen. Wat is er boven? Weet je het? Ja, hè? Je moet bedenken de dingen die boven zijn. Wat is er boven? De hemel. En wie is er in de hemel? God is in de hemel. En, het hoort erbij, de Heer Jezus is in de hemel. Hij bleef niet op aarde. Soms zou ik het zo graag willen. Ik denk dat die hier ook wel zijn. Die zeggen, was de Heer Jezus maar wel op aarde? Als die nou in Jeruzalem was, dan hoef je alleen maar een keer op vakantie te gaan naar Israël en je kon met de Heer Jezus spreken. Maar ja, goed, dan zouden we wel beseffen, er werd wel heel druk in Israël. En de kans dat je hem te spreken kreeg, die was eigenlijk wel heel klein. Dus of het zou werken, dat is nog iets anders. Maar of het ook beter is, is ook wat anders. We zouden denken, als we nou de Heer Jezus nog een keer zouden kunnen zien, als hij nog een wonder zou doen, of als we een keer een preek van hem mochten horen, dan zou geloven zoveel makkelijker zijn. Nee, zegt de Heer, dat is niet de bedoeling. Kijk, hij is naar de hemel gegaan, dat moet. Dat moest voor hem, maar dat moet ook voor u. Want u moet veel denken aan de hemel. De Heer Jezus als het ware naast daar. Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. De dingen die boven zijn bedenken, dat betekent dus veel denken aan de Heer Jezus. Veel bedenken wat nou Christus voor werk gedaan heeft. Veel bedenken wat voor hart hij heeft. Wie is de Heer Jezus? Paulus zegt dat zo mooi erg. Paulus, je al zoveel geleerd had. Je zou kunnen zeggen, de belijdeniscategorisatie van Paulus, je had al jaren achter de rug. En al die tijd had hij nog meer gestudeerd. En toch zegt hij, ik heb één groot verlangen. Dat ik Christus mag kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, ziende op Jezus. De overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat is het leven van een christen. Zie op Jezus. Laat je gedachten veel naar hem uitgaan. Bedenk het waar hij is. En hoe hij is en wie hij is en wat hij heeft gedaan en wat hij wil geven. Bedenk de dingen die boven zijn, staat er dan ook. Dat betekent, niet alleen de Heer Jezus zelf, maar ook alles wat er bij de Heer Jezus hoort. In het vervolg van dit hoofdstuk
kun je dat uitgelegd zien. En ik geef dat nu vooral maar even mee voor een stukje huiswerk. Als je nog eens wat verder wilt denken, wat betekent het nou? Bedenk de dingen die boven zijn, zou je kunnen lezen vanaf vers 12. Dat zijn allemaal dingen die passen bij de Heer Jezus. Eén ding haal ik er even uit. Vers 15 en 16. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. Dus dat is het eerste wat ik nu even naar voren haal. De vrede Gods. Die vrede van Christus. Want dat is toch zo. Hè? In de hemel is er alleen maar vrede. Nooit één boze blik meer is er in de hemel. Die vrede van God. Laat die heersen in je hart. En zoek die voor jezelf en voor elkaar. Hè? Geroepen tot in één lichaam. Dat betekent in de gemeente. Wees dankbaar. Dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft, wat hij geeft. En dan het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingen de Heer met aangenaamheid in uw hart. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat betekent, wees veel bezig met het woord van Christus. En zing ervan. Wees veel bezig met het, je zou kunnen zeggen, inzingen van de dingen van de Heer en het uitzingen van de Heer. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Niet die op de aarde zijn. Dus er staat niet, ook naast de dingen die van de aarde zijn, moet je ook de hemelse dingen bedenken. Dus, nou, het is heel mooi als je psalmen en lofzangen en zo zingt. En het is eigenlijk helemaal geen probleem als je ook popmuziek luistert. Weet je, de popmuziek, dat is, nou ja, dat is voor de gewone leven, als je aan het werk bent of als je met vrienden bent. En de psalmen, die zijn dan voor als je in de kerk bent of als je samen thuis aan tafel zit. Of als je een keer een vrome bui hebt. En dat kan eigenlijk wel naast elkaar. Nee, staat er. Je kunt niet meer de dingen van de aarde ook bedenken. Want die dingen van de aarde, die trekken je weg bij de dingen van de hemel. Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Dat vraagt ook strijd. En strijd tegen de dingen die van de aarde zijn. Dus zoek de dingen die boven zijn. En vecht tegen dat wat je naar beneden trekt. Wat zijn dat dan voor dingen? Vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan gaat door tot vers 11, of tot vers 9 eigenlijk. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, noem maar op. En dus ook die dingen, zoals ik net zei bij de dingen van die van boven zijn, lees dat thuis nog eens door en overdenk, wat betekent dat nou? Dus ook hier, wat is nou het leven van deze wereld? Nou, Paulus zegt dat in die versen 5 tot 9, heel concreet. Hij zegt, ja, zo was het toch. Daarin hebt u gewandeld, vers 7, toen je daarin leefde. Maar dan kon je toch niet meer volhouden toen Christus in je leven kwam. Toen moest je toch een streep door dat oude leven. Zet elke dag weer een streep door dat oude leven. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En tenslotte, een ware christen heeft hart voor de hemel. Wat betekent dat nou? Hij zou kunnen zeggen, die verlangt naar de hemel. Waarom? Nog eerst weer een keer die vraag. Waar is een kind van God? Waar is een christen? Die is eigenlijk op twee plekken. Een christen is in de hemel en een christen is op de aarde. En op de aarde, dat valt het meeste op. Daar is je gewone leven, daar is je lichaam, daar zijn je gedachten het meest. Maar als het nou waar is,
Als het waar is dat je ook in de hemel bent, omdat je bij Christus hoort. Dan zeg je eigenlijk is dat mijn leven. Mijn echte leven waar ik mijn zaligheid in vind en waar ik echt diep blij van word. Dat is bij de Heer Jezus. Maar dat leven met de Heer Jezus, dat is een verborgen leven. Dat is nog niet overal. Dat heeft maar een, nou ja, je zou kunnen zeggen maar een klein plekje. Of dat valt niet op. Hè? Verborgen staat er in vers 3. Met Christus verborgen in God. Dus zoals de Heer Jezus nu nog in de hemel is en wij hem niet kunnen zien. Zo is ook dat hemelse leven van een christen iets waar je zegt, dat is nu nog niet ten volle. Je bent wel in de hemel en je bent eigenlijk ook niet in de hemel. En wat geeft dat nou? Wat doet dat met je? Dan gaan we nog eens even naar de discipelen kijken. De discipelen die waren met de Heer Jezus die Olijfberg opgegaan. Daar stonden ze met z'n allen. En ze waren zo blij dat de Heer Jezus weer bij ze was. Ze hadden zo'n goed gesprek met de Heer Jezus. En ze zouden altijd wel willen blijven. Maar dan ging de Heer Jezus. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En daar gaat hij. En wat doen nou de discipelen? Zij is nou teleurgesteld. Dan zeggen ze, nou hij is weg, het is voorbij. We moeten maar wat anders gaan doen. Gaan we proberen nu maar leuke dingen te doen. Laten we nog wat maken van ons leven, jongens. Want de Heer Jezus is er niet meer. Nee toch. De Heer Jezus was wel weg, maar hun hart trok wel naar hem toe. Ze bleven maar kijken. Ze keken maar steeds. En daar is hij heen gegaan. En als ze konden, dan zouden ze wel hebben willen terugkijken. Net zo lang met hun ogen kijken totdat hij weer terugkwam. Kon niet. En daarom kwam die engel ook bij ze. En die zegt, mannen, wat staat? Gij ziet op naar de hemel. Hij zal terugkomen. Dan hoeven jullie niet. Jullie hoeven hem niet te trekken. Hij zal terugkomen. Maar dat duurt nog wel even. Intussen ben je nog op aarde. Je moet hier nog bij elkaar zijn. Je moet hier nog preken. Je moet hier nog verwachten. Bidden. Al die dingen. Dus ga nu eerst maar naar Jeruzalem. En wacht eerst op de belofte van de Heilige Geest. Maar eigenlijk zegt hij ook, ligt daar wel in. Het is wel terecht dat je verlangt, want hij zal terugkomen. Een christen die verlangt, Heer, komt wel gauw. En als je naar de Heer Jezus verlangt, dan kan het niet missen of je verlangt er ook naar om met de Heer Jezus te zijn. En die belofte ligt er ook. Hier wordt het uitgedrukt. Ik ga ook even met u mee naar 1 Johannes 3. Daar staat bijna hetzelfde. Dan geef ik nog een klein beetje verdere uitleg daarbij. 1 Johannes 3, het tweede vers. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Dus 1 Johannes 3, vers 2. Wie gelooft in Christus, die kan zeggen, dit weet ik. Wij zijn nu al kinderen van God. Maar, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nu, dit leven is nog maar het begin. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We hebben nog niet meegemaakt wat het betekent om werkelijk bij Christus te zijn. We weten nog niet vanuit ervaring. Maar, zegt Paulus, Johannes, wij weten, in het geloof weten wij, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Als hij zal geopenbaard zijn. Dat is hetzelfde woord als wat we hier in vers 4, Colossense 3 vers 4 zien, waarin Christus zal geopenbaard zijn. Als hij zal geopenbaard zijn, dus als dan de hemel opengaat en als de Heer Jezus terugkomt en alle ogen hem zal zien. Dan is Jezus niet meer langer verborgen in de hemel, maar geopenbaard. Nou zegt Johannes, dan zullen wij hem gelijk wezen. Of Paulus, Colossense 3 vers 4.
dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan komt er pas ten volle naar buiten wat het betekent om een christen te zijn. Dan is die tweeslag en die tweestrijd voorbij. Die tweestrijd waarbij je zegt, ja, ik hoor ten diepste in de hemel, maar ik ben nog zo druk met deze aarde. Ik verlang ernaar om volmaakt te zijn. Maar er is iets in mijn hart, dat verlangt er altijd maar weer naar om te genieten, of om mee te doen, of om populair te zijn, of noem maar op. Die tweestrijd. Dan is die voorbij. Dan staat er, zullen wij hem gelijk wezen. Dan zullen wij hem zien zoals hij is. Dat betekent, dan zal een christen ten volle, met alles wat hij heeft, verbonden zijn aan de Heer Jezus. En een christen die zegt, dat is pas echt leven. Want Christus is mijn leven, vers 4. Christus die ons leven is. Als Christus je leven is, dan zeg ik, dat is pas echt leven. Als ik zo dicht mogelijk bij hem mag zijn, nooit meer van hem gescheiden worden, om zo te zeggen, nooit meer mijn oog van hem af hoef te houden, nooit meer afgeleid worden, nooit meer weggetrokken worden, nooit meer dat die vuile gedachten, dat die haatdragende gedachten, dat die oppervlakkigheid, dat die me bij hem vandaan trekt. Maar dan woont het woord van Christus rijkelijk in. Dan wordt het beeld van Christus ten volle heerlijkheid, ten volle werkelijkheid. Zoals Johannes het zegt, wij zullen hem gelijk wezen. We zullen hem zien gelijk die is. Je zou kunnen zeggen, dan ben je spiegel van de Heer Jezus. Het gaat er nu om wel omdat we dat beginnen te zijn. Dat het ons verlangen is om een spiegel van hem te zijn. Hem weer spiegelen, hem uitstralen. Waar nu je verlangen ligt, daarin kun je zien waar je toekomst ligt. Diegene die kan zeggen, mijn verlangen ligt om dicht bij Christus te zijn. Die mag weten, mijn toekomst is, ik zal dicht bij Christus zijn. Daar staat hij voor in. Amen.